Tijdens het een van de zuurste momenten, of het zuurste moment in je voetbalcarrière? Ja, staat buiten kijf, klopt. Wat gebeurt er dan bij die penalty? Jullie zijn even, of je bent even met Krul bezig, dan moet hij genomen worden, dan houdt hij eruit. Er is geen woord aan gelogen. Ik deed alles wat ik me van tevoren had voorgenomen, laag, hard in de hoek. Het was niet hard genoeg, want hij pakte hem. Kloten, doodzonde, dat had hartstikke mooi kunnen zijn, dat was het niet. En heb je ook nog dat moment in die 90ste minuut, dat moet voor jullie bizar geweest zijn. Welk moment? Die goal die er wel in ging en leek te tellen, maar toch afgekeurd werd. Nou ja, ik zag wat de scheidsrechter ook zag. Leonard wordt binnen de 5 meter aangevallen. Dus dan moet je een beetje geluk hebben dat hij teruggedraaid wordt. Dat hadden we. Nou ja, in dat opzicht zat er een heleboel mee vanavond. Maar de penalty reeks niet. En dan nu, de wonderlijke. Hoe lang gaat het duren bij jou? Dat duurt wel even een paar dagen, ja. Als het niet langer is, zoiets blijft altijd bij je. Dat, je bent zo dichtbij. En je kan je heel je leven nog over praten, maar ja, wat er nu is gebeurd, daar praat je liever nooit meer over. Ben jij zo iemand dan die denkt van shit, het is mijn penalty waar het op mis is gelopen? Ja, nou, uiteindelijk is dat wel het geval natuurlijk. Je wil de 5e nemen, je weet dat dat de winnende kan zijn. Nou, op dit moment is het in negatieve zin beslissend. En, ja, iedereen weet waarvoor we hebben gevochten, iedereen wilde naar de Kuip. Dat is niet gelukt. Ik zou zeggen, volgende keer beter, maar dit was al redelijk historisch. Ja, voor mij zit er waarschijnlijk geen volgende keer in, maar ik hoop dat die jongens het nog een keer halen.